Hoi en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik jullie mijn TBR voor september laten zien. En het is inmiddels al 4 september, maar dus ik heb al een boek uit. En verder zal ik laten zien welke boek ik aan het lezen ben en welke boek ik dus nog wil lezen. Als eerste, dit boek heb ik al gelezen, Fontana Banana, een superheld op 4 poten. Het gaat over deze hond Fontana en haar vriendinnetje Shelly. Ze wonen bij het strand in de buurt, in een dorpje en Shelly wil graag een hond, maar dat mag niet van haar moeder. En bij de groenteboer komen ze die hond tegen en dan komt ze dus achter, als die hond een banaan eet, kan hij praten en vliegen. Dus dat is super leuk. De groenteboer heeft een probleem, er is een boef, ze gaan op boevenjacht en het wordt echt super leuk. Het las echt lekker vlot. Ik denk dat het echt wel leuk is om voor te lezen aan kinderen van een jaar of 7, 8. Zelf lezen denk ik. Ja. Ook wel vanaf een jaar of 8, 9. Het zijn vrij kleine letters. Maar het zijn wel makkelijke woorden en zo. En Fontana Banana is geschreven door Judith Visser. Die ken je misschien van Zondagskind en Zondagsleven of haar andere thrillers. Maar dit kinderboek is echt super leuk. Als je Zondagskind hebt gelezen, herken je ook een paar dingetjes en Zondagsleven in dit boek. Dus dat is heel leuk dat ze die erin verwerkt heeft. Wat het precies is, ga ik niet zeggen. Maar het is niet zo dat je die gelezen moet hebben om dit boek te begrijpen. Dan ga ik naar de boeken die ik nu aan het lezen ben. Er zijn 3 boeken waar ik in aan het lezen ben. En dat is Tempeljagers deel 5. Het lied van de woestijn, toch? Ja. Dit is een woestijn in Australië. Daar moeten de tempeljagers naartoe. Voor een bot met een veer, geloof ik. En een magische meteoriet. De rest van de wereld mag het absoluut niet vinden. En er zijn weer de bad guys van de Mentiri. Als ik het goed onthouden heb. En er is iemand vervloekt. En die vervloeking moet worden opgeheven. Oh, en het boek begint. Begint in de Efteling. Dus dat is echt super leuk en herkenbaar voor kinderen. Dit is wel voor 10 plus, volgens mij. Het staat er niet meer op. Oh jawel. 10 plus. Nog een vrij oranje boek. Leeuwentemmer van Camilla Läckberg. En deze lees ik samen met Ismee voor onze buddy read. Elke maand lezen we een deel van de serie. En dit is deel 9. En dat lezen we in maand 9. Dus we zijn bezig. We zijn ongeveer op de helft, iets daarvoor nog. Deze boeken hebben super lange hoofdstukken, dus het is best wel lastig om de mijlpaal dan echt bij een hoofdstuk te laten eindigen. Dus het laatste stukje is super breed. Maar het laatste stuk in het boek is ook super spannend en dat leest dan super snel. Dus dat gaat helemaal lukken. Een andere buddy die ik doe is Serpent van Silje Ulstein. Die lees ik samen met Veronique en ik heb al tot de eerste mijlpaal gelezen en ik ben aan het wachten tot zij er ook is. En ik heb het thriller abonnement versie. Wat wel fijn is, want dan is hij dus vrij dun. Want het boek heeft bijna 500 bladzijden. Oh nee, 425. Dus de gewone versie is een stuk dikker, maar dit is wel makkelijk meenemen in mijn tas. Dus, ik heb er al 1 uit. Ik ben er in 3 bezig. En het is 4 september, dus gaat best goed. Maar ik heb nog een heleboel andere boeken die ik graag wil lezen. De andere serie die ik aan het herlezen ben is van Tess Gerritsen. Dit is Het Stille Meisje, het volgende deel in de Rizzoli en Aals serie over Jane Rizzoli en Maura Aals. Dat lees ik samen met Linda van Linda Reads. En meestal lezen we een beetje aan het einde van de maand, dus die komt een beetje aan het einde van de maand. IJskoude Leugens is het tweede deel in de IJslandse Moorden serie van Eva Björg Egisdóttir. En dit gaat weer over, hoe heet zij nou? Regisseur Elma. En vorige keer vond ik het een goed boek. Een rustig boek, maar het zat heel goed in elkaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze zal zijn. Een alleenstaande moeder verdwijnt. 7 maanden later treft ze haar lichaam op de lavavelden. Ze is vermoord. De zaak wordt steeds complexer. Elma volgt het spoor terug tot aan de jeugd van Mariana. Dan een boek waarmee ik meedoe aan de blogtour. Dat is Het Donkere Visioen van Mario de Vroet. En dus als ondertitel staat: voor haar vrienden trotseert Robin elk gevaar.
Ja, hij is echt super tof. Het binnenwerk is ook heel tof. Even kijken of ik wat kan laten zien. Oh, precies op de verkeerde bladzijde. Ik heb ondertussen ook nog andere boeken vast, dus het gaat niet zo soepel. Kijk, oeh. Ik laat dat vallen. Ik ben net Chrissy. Er zitten hier leuke bladzijden in. Dus zo begint elk hoofdstuk. De boeken die bijna uit mijn handen vielen waren Pushes van de Warrior Cat serie 5. Ik heb besloten verder gaan met serie 5 en even serie 0 te wachten. Omdat dit chronologisch verder gaat na serie 4. Dit klinkt misschien heel gek, maar ik heb dus serie 4 als laatste uitgelezen. En dit speelt zich een jaar later af, volgens mij, of een half jaar later. Dus chronologisch gezien ga ik gewoon verder. En er komen een super editie en novellen aan die in deze serie afspelen, in deze tijd. Dus om geen spoilers te hebben, wil ik deze echt wel uit hebben voordat die twee ook komen. Die komen in de winter, november, december, zoiets. Dus heel veel zin in. Ja, ik hoorde al van iemand, ja, het is weer de clans hebben ruzie, er komen zwerfkatten, dus een profetie. Maar ja, ik vind het gewoon super leuk om te lezen. Een jonge medicijnkat moet op een gevaarlijke missie. Maar goed, we gaan het zien. Dit heet De Missie van de Leerling. En deze heet Het Donder en Schaduw. Dan heb ik nog 5 boeken. Eerst laat ik even 2 zien die horen bij mijn 22 in 2022 lijst. Dat is van Karin Vossum. De Duivel Draagt het Licht. Ik ben niet super fan van deze serie, maar ik dacht, ja, ik heb nog 1 boek liggen uit deze serie. Deze moet ik gewoon lezen, dus die heb ik op mijn 22 in 2022 lijst gezet. En daarna ga ik gewoon geen boek meer van haar lezen, want ja, het past niet bij mij. Waar gaat deze over? 2 mensen vervelen zich, geen geld, wel dorst. Ze beroven een vrouw op straat, waarbij een kinderwagen omvalt en de baby op de grond klettert. Daarna volgt een oude vrouw naar haar woning, maar tijdens de overval valt Andreas in de kelder, breekt zijn rug en vanaf dat moment is hij volledig afhankelijk van haar. De inspecteur onderzoekt de vermissing van Andreas en de dood van de baby, maar zien geen verband. Totdat een bloedstollende waarheid zich ontvouwt. Die. Andere boek van mijn 22 in 2022 lijst is The Queen's Gambit. Ik heb gewacht met de Netflix-serie kijken voordat ik het boek heb gelezen. Wat zo hoort natuurlijk als boekenwurm. Maar goed, ik kan niet zo goed vertellen waar het over gaat. Maar ik denk dat iedereen wel van het verhaal heeft gehoord. Heb je het niet gehoord, zoek het maar even op. Voor de leesclub, voor de online leesclub, hadden we ook een opdracht lezen non-fictie. En toen dacht ik, nou, deze heb ik vrij hoog op mijn TBR staan, dus deze wil ik graag lezen. Het gaat over Fiora en Joost. Ze gaan op een wereldreis nadat ze kanker heeft gekregen. Of als ze kanker heeft. En het heeft iets meer dan 200 bladzijden. Dus dat moet wel lukken voor de nieuwe online leesclub. Die is 23 september. Dus die. En dan nog 2 boeken. Maar deze hebben niet, is niet zo erg als het niet gelukt in september. Tante Pol, die het eerste deel, een bejaarde, die gaat uit Duitsland, die gaat verhuizen naar Sicilië en daar gaat ze moorden oplossen, heb ik begrepen. Ja, ik vind de covers met een roman matchen meer, maar het is dus een soort detective. Ik ben heel benieuwd, want er zijn echt 5 of 6 delen al verschenen, maar ik heb nog niet meer gekocht omdat ik eerst deel 1 wilde lezen. En Het Mes van de Sluipmoordenaar, de prequel van de Glazen Troon serie. Volgens mij zitten er 5 novelles in, om zo te zeggen, 5 verhalen. Dus deze wil ik ook lezen, maar heeft niet echt prioriteit voor september, mag ook in oktober. Maar ik moet in ieder geval weer verder, want het is echt alweer, wanneer was het? December 2020, dat ik het derde deel van de Glazen Troon serie las. Dus ik moet echt wel verder in die serie, anders weet ik het helemaal niet meer. Maar gelukkig heb ik Chrissy die me alles kan vertellen, als ik het even niet weet. Heb ik nog best snel gedaan, dit vertellen over al deze boeken. Het is bloedheet hier, de laatste warme dagen.
Ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat even weten of je een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je er ook een wil lezen. Of misschien een andere reactie. Dat mag ook. En ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Als je nog niet geabonneerd bent en je kijkt vaker mijn video's, druk even op die abonneerknop. Dan kun je mijn video's makkelijk in je overzicht zien. Nou. Ik vond het leuk dat je keek en ik zie je snel bij een nieuwe video. Doei!